Hoi, ik ben Sasha en vandaag ga ik het meesterwerk naschilderen van Johannes Vermeer. Onze hete pornosterren van Hollandse bodem zijn goed met hun vingers. Maar wat weten zij nou van echte kunst? Intussen kunst en klit treden onze meiden in de voetsporen van de Hollandse meesters zoals Piet Mondriaan, Johannes Vermeer en Vincent van Gogh. Tijdens het schilderen stimuleren we de Hollandse meesteressen met een secret speeltje tot een waar hoogtepunt. Wordt het een spetterend meesterwerk of zijn ze toch beter tussen de lakens? Dit is tussen kunst en klit. Meisje met de parel, Johannes Vermeer, geboren in 1632, was een Nederlands kunstschilder in de Gouden Eeuw. Vermeer had een voorkeur voor tijdloze, ingetogen momenten. Hij blijft raadselachtig vanwege de onnavolgbare kleurstelling en de verbijsterende lichtgehalte. Vermeers schilderijen, meestal genrestukken en een paar historisch stukken, stadsgezichten, onderscheiden zich door subtiele kleurgebruik en ideale compositie. Hij gebruikte soms dure pigmenten en had een grote voorkeur voor ultramarijn en loodtintgeel. Meisje met de parel is een schilderij uit circa 1665 van de Hollandse meester Johannes Vermeer. Meisje met de parel kwam in 1902 in het bezit van Mauritshuis in Den Haag. Het schilderij is een zogenaamde tronie, een studie van een opvallend gezicht, een gelaatsuitdrukking of karakter. Rembrandt maakte dit genre in de 17e eeuw populair. Tronies werden in grote aantallen voor de open markt geproduceerd. Anders dan bij een portretten waren de modellen vrijwel altijd anoniem. Net als Vermeers, andere modellen heeft men het meisje nooit kunnen identificeren. Hoewel zijn oudste dochter Maria, die in die periode 12, 13 jaar oud was, als kandidaat wordt genoemd, is daar geen enkel bewijs voor. Het afgebeelde meisje draagt een blauwe tulband met geel omlaagvallend doek. De tulband werd nat in nat geschilderd en bevat tinten van een mix van loodwit en ultramarijn, met daaroverheen een ultramarijnblauwe glazenslag. De hoofdbedekking contrasteert met het bruinachtige gele jasje met de witte kraag. In het oog springt de parel, die geen parel is. Met twee verfstreken gaf Vermeer linksboven een helder licht accent en onderaan een weerschijn van haar witte kraag. Gezien het grootste is het eerder een glazen gelakte druppeloorbel. Ik weet niet eens meer wat ik aan het lezen ben. Dan een natuurlijke parel. Ook de modellen op het meisje met de rode hoed en het meisje met de fluit dragen. Dergelijke oorbellen. Het meisje heeft geen wenkbrauwen, nog wimpers. De achtergrond is zwart, maar was oorspronkelijk donkergroen. Door de aantasting van kleur en glans is die laag in de loop der eeuwen donkerder geworden.
Tot 1995 stond het schilderij bekend als het meisje met tulband. Pas in het Mauritshuis besloot men dat meisje met paren een betere naam was. Vincent Inke kwam in 2014 tot de conclusie dat de oorbel geen parel kan zijn. De spiegelende weerkaatsing, peervorm en grootte zijn vreemd aan een gangbare parel. Na geconfronteerd te zijn met het gegeven dat de parel op het schilderij geen parel is, gaf het museum aan de naam toch niet opnieuw te willen wijzigen. Vermeer maakte vrijwel geen tekeningen of onderwerp, had een snelle penseelvoering, werkte met effectieve kleuren en groet, dikke opgebrachte vlakken. Oh my god. Hij was zorgvuldig bij het aanbrengen van laag pigment en vernis die zijn schilderijen het kenmerkende glans en frisheid geven. Het kan niet tot fijnschilders worden gerekend. Alle werken zijn vervaardigd in olieverf op doek. Oh my god. Op 19 mei 2006 werd het werk in een door gerenommeerd dagblad georganiseerd. Verkiezingen met 26% van de stemmen tot het mooiste schilderij van Nederland. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Ik ga nog even door. Ga je mee? Ik heb nog wel zin. Wil jij zien hoe dit afloopt? Kijk dan naar Secret Circle TV.